ben een echte Aarlesse. Ik heb 91 jaar al in Aarlerikse gewoond. En de zelfstandigheid die ik hier kan hebben is voor mij ontzettend belangrijk. Ik heb het hier ook al echt naar mijn zin en je hoort er hier ook echt bij. En dat vind ik wel heel belangrijk. Zonnetij is een appartementencomplex waar mensen zelfstandig wonen. Mensen zonder een zorgvraag en ook mensen met een zorgvraag. En we hebben ook appartementen beschikbaar voor mensen die wat zwaardere zorg nodig hebben en langdurige zorg nodig hebben. Er wordt van alles georganiseerd door vrijwilligers, door bewoners en door mensen uit de buurt. En dit concept maakt het eigenlijk mogelijk dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. We zijn een aantal jaren geleden met de drie partijen, Wocom, gemeente Laarbeek en Zorgboog, gaan praten over hoe zou we iets nieuws neer kunnen gaan zetten wat meer toekomstproof is voor de grote vergrijzingsgolf die er op ons afkomt. En we zijn samen eigenlijk tot een nieuw plan gekomen van als we nou eens een algemene ruimte inrichten waar veel ontmoeting is, een gezonde maaltijd, veel gezellige activiteiten. En we introduceren hier een nieuwe vorm van zorg waarin we eigenlijk verpleeghuiszorg naar de thuissituatie brengen, waarin mensen wel zelf huren en dus zelf baas blijven in hun eigen appartement. En we hun echt proberen te versterken in hun eigen netwerk, in hun eigen zelfstandigheid. Zou dat dan een kleine oplossing kunnen zijn voor de zorgvragen die er op ons afkomen? Ik ben vrijwilliger op Zonnetij omdat ik vooral de binding met de mensen en de cultuur van Aarlerikse. Ik ben zelf geboren en getogen in Aarlerikse. Ik vind het leuk om koffie te serveren en vooral het praatje waar de mensen het wel en wee en door weer op te participeren. Dat hoop ik dat ik daar nog een heel tijdje kan doen. We hopen met Zonnetij bij te kunnen dragen aan gelukkig ouder worden voor een grote groep mensen met behoud van zelfstandigheid en daardoor bij te dragen aan een mooie toekomst voor heel veel ouderen van Laarbeek.